Ja, wat mijn moeder vandaag gedaan heeft, is dat ze heel enthousiast met het Grijze Koporkest heeft opgetreden. En ik zag haar vooral met heel veel blijdschap lekker zingen en muziek maken. Ik vond het heel erg leuk. Ze was altijd al heel enthousiast. En ik was een beetje voorbereid op gerommel en geknoei, zal ik maar zeggen. Maar wel veel plezier, want dat had ik natuurlijk van tevoren gehoord. Maar die combinatie van plezier en aandacht en het serieus nemen en dan weer lachen. Prachtig. Ik ben uitgenodigd door mijn moeder omdat zij in het Grijze Koporkest meespeelt. Ik vind het leukste. Het leukste uurtje van de week in Zuilensteden. Vrolijkste uurtje. Dat wou ik ook zeggen, dat hoorde ik ook heel vaak van. Ja, het is weer dinsdag en we gaan weer een uur plezier maken. Dus dat is gewoon ontzettend leuk. Als het geen eerst vind ik het heel jammer. Ik zal het missen als het vakantie is nu. Dat zal ik echt missen. Alles is beter dan alleen. En hier zie je dat ze mensen naar uitkijken. Hey! 1, 2, 3, 4! Ik weet een vrouw, hier een man in Zonnehoek, behoorlijk dement, maar hij heeft plezier in. Ontzettend leuk vindt hij het. Oh, dan smijlt hij, lacht hij, heel leuk om te zien. Ja. Hij zal misschien gauw vergeten zijn, maar hij heeft in ieder geval het uur heeft plezier. De liedjes zijn mooi, dat het van die mooie oude liedjes zijn, zeg maar, die ik zelf bijna niet meer ken. En mijn kinderen al helemaal niet meer. Dat is gewoon leuk dat het voor hun heel herkenbare leuke dingen zijn. En wat ik ook merk is dat merkte ik ook aan de mensen die naast mij zaten, dat ritme en muziek, dan gaat er iets in het lijf gebeuren. Dus op een gegeven moment had ik ze allebei vast. Zij lonken naar iedere man. Dat ligt wel.